Welkom bij het programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Vandaag heb ik te gast Peter Geluk. Peter is ambassadeur van laaggeletterdheid. Peter, welkom hier in Take 5. Dankjewel. En Peter, ik zit hier te lezen iets wat jij geschreven hebt en is voor jou heel bijzonder, hè? Maar ik schrik wel van wat hier staat. Dat er in onze gemeente 1500 tot 2000 mensen laaggeletterd zijn. Dat zijn er nog aardig wat, ja. Dat zijn er heel veel. Ja. Jij bent zelf ook laaggeletterd. Ik ben zelf ook laaggeletterd. Jij kunt gewoon schrijven. Ja. Hoe kan dat, Peter? Hoe kan dat? Door heel veel, veel op papier op te gaan schrijven en veel te doen en zo. Maar ben je dat zelf gaan doen? Ja, zeker. Helemaal zelf? Ik ben gewoon weer naar een cursus toe gegaan en mijn eigen weer aangemeld. Maar dat duurde weer de tijd voordat ik iemand had. En 2 jaar niks gedaan. En na die 2 jaar ben ik weer verder gegaan. Ja, en dan blijf je op dat niveau een klein beetje steken. En als je aan het oefenen gaat, dan wordt dat dan wordt steeds beter, ja. 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 En merk jij nu in het dagelijks leven dat je er veel profijt van hebt, dat je dingen kunt lezen? Jawel, ja? De hoofdstukken van de krant ken ik al een beetje lezen en de brieven van de gemeente nog steeds niet. Nee, je had zelf, zag ik daar straks, een artikeltje van de gemeente Drimmelen, had jij in Jip en Janneke taal, zoals jij het altijd noemt, gemaakt. Ja. Ja, knap. Ik vind dat heel knap. En dan zie ik wel dingen die er echt in moeten. En denk van, knap dat jij vanuit dat grote stuk van de gemeente met behulp, denk ik, hè? Zeker. Dan zo'n kort stukje zo'n kunt maken. Zo'n kort stukje kan maken, ja. Ik sprak jou laatst toen we in gesprek waren met de burgemeester. En toen gaf jij aan dat er zo weinig laaggeletterden van de mogelijkheid gebruik maken om die Nederlandse taal te leren. Ja, dat vind ik ook nog steeds. Omdat ik ik heb 1 keer in het carillon een verhaaltje gezet om mensen erbij zien te krijgen. Ja. Daar is er 1 op afgekomen. En dat vind ik eigenlijk gewoon nog te weinig van de gemeente Drimmelen. En als ik eens naar die camera kijk, die mensen die thuis zitten, hè, Peter. Ja. En waarschijnlijk zitten er ook laaggeletterde te kijken. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen zich schamen om die stap te zetten. Schaam je niet en gewoon doen. Heb jij die schaamte gehad? Totaal niet. Nee, jij totaal niet. Totaal niet, nee. En ik wil dan eigenlijk ook die boodschap meegeven. Wat heb je eraan? Als je toch die stap zet, wat gaat het jou brengen? Goed schrijven, goed onthouden. En je kan weer wat meer lezen. En je kan wat meer volgen van het hele gebeuren. Van heel de maatschappij? Van de maatschappij, ja. Heb jij ook het gevoel dat je daardoor wat meer mee kunt doen in de maatschappij? Gelukkig wel iets, ja. Ja, nou, ik vind dat je nu te voorzichtig naar jezelf bent, want jij bent ook onze ambassadeur. Zeker. En als ik zie wat je binnen de gemeente ook toch te werk hebt gesteld. Nog steeds aan het werk gesteld. Ja, en jij blijft je daarvoor inspannen. Ja. Dus ik vind dat jij daar veel meer mee doet dan alleen maar het feit voor jezelf, dat je het echt ook voor anderen belangrijk maakt. Ik vind het gewoon voor anderen ook heel goed belangrijk om dat er naartoe te gaan. Ja. En schaam je gewoon niet om naar de bibliotheek toe te stappen en gaat naar les. En ga je dan in een groep les krijgen? Of je kan 1-op-1 krijg je regelmatig les en nog steeds niet in een groepsverband. Dus, en dat vind je fijn? Omdat het nog, dat vind ik nog steeds fijn, ja. 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 En kun je heel kort iets vertellen wat je dan gaat leren? Ik zit nou een beetje op de computer de verhalen te typen. En er zit een escape gedeelte bij waar je een balkje kan eronder zetten en dat je toch je woorden goed zet. Dus, en dat vind ik wel fijn. En dan zit er altijd een vrijwilligster bij die met jou samen zeker dingen kan doen, waar je vragen kunt stellen, die weer een stukje verder helpt. Ja. Ja, want ik zie hier niet alleen dit papier, maar ik zie hier gewoon heel allerlei papieren. Heel, je hebt zelfs heel veel. Een brief naar de burgemeester geschreven. Zeker, van, ja. Nou, wie doet dat, hè? Hartstikke goed. Ja. Peter, wij gaan mensen oproepen van, ben je laaggeletterd? Heb je moeite met lezen, schrijven van het Nederlands en rekenen? Meld je aan bij de bibliotheek. Loop hier eens binnen en dan ga ik met Zanza even over verder praten. Ik wil jou. Jij wil nog iets zeggen volgens mij. Zeker. Ik zie het aan je. Vertel. Nou, ik heb heel veel plezier in het schrijven gekregen. Dus ze zeggen al tegen mij, maken ze een boekwerk van je eigen leven. Ik zei, ja, maar dat komt nog wel eens een keer, hoor. Dus, Als ik dit zie en jij schrijft ontzettend netjes, dan zou ik daar inderdaad maar eens een beginnetje mee maken. En dan neem je er gewoon lekker jaren de tijd voor. Ja, zeker. Hè? Want je schrijft keurig en je schrijft ook goede zinnen. Hm. Dus hartstikke goed. Okay. Ik wil jou heel hartelijk danken. En ik hoop echt dat er heel veel mensen naar de bibliotheek gaan komen. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop jij ook. Okay.
Sanza Lupia, hartstikke bedankt dat jij ook even aansluit. Ja, jij bent van het Digitaal Huis van Take 5. Klopt. Ik denk dat jij super trots bent op het verhaal van Peter. Ja, enorm trots. Ja. Daar doen we het voor. En net als hij hoop jij natuurlijk ook dat heel veel mensen de weg naar jullie weten te vinden. Ja, ja. En dan ben ik wel benieuwd, hè? Jullie hebben volgens mij een spreekuur waar mensen zo binnen kunnen komen. Want ik kan me voorstellen dat die drempel is altijd heel hoog om die stap te zetten. Maar als je weet van, goh, ik kan gewoon een bakje thee of kopje koffie gaan drinken en naar Sanza vragen, want dan ben jij er. Ja, ja, klopt. Wanneer is dat spreekuur? Dit is iedere dinsdagmiddag van 3:30 tot 4:30. Dan zit ik hier in de Biep. Je kan dan in Maden? Ja, in Maden. Mm-hmm. Je kan dan aankloppen. Alle taalgerelateerde vragen. Dus als je moeite hebt met de taal of met rekenen of met digitale vaardigheden, dus met de computer of je smartphone, kan je naar mij toe komen. Gaan we kijken wat kan al goed. Wacht even. Ik kom daar naar jou. Dan heb ik al een hele grote drempel overgestoken. Ja. Hè? En je praat nu heel snel. Hè? Ik neem aan dat als jij met mij gaat praten, ik ben laaggeletterd, dat dat heel anders te werk gaat. Dat gaat zeker anders te werk. Hoe gaat dat te werk? Nou, je komt dan inderdaad naar mij toe. Je hebt dan al een bepaalde vraag. Nou, dan ga ik kijken, wat gaat er dus al wel goed? Want dat is ook heel erg belangrijk. Zeker, de goede dingen, wat kan je al wel? Nou, waar heb je dan een beetje moeite mee? Dan gaan we daar samen naar kijken. Dan gaan we daar de hulpvraag een beetje afbakenen. Want heel veel mensen... Heb je echt hulp bij nodig? Ja, zeg maar. Precies. Wat is voor jou nu belangrijk? Wat vind je nu belangrijk? Ja, want als ik vraag, wat wil je doen? Dan zeggen mensen, ik wil beter kunnen schrijven. Maar ja, dat is zo groot. Dus dan ga ik kijken, wat wil je precies oefenen? Mm-hmm. Nou, en als we dat dan hebben besproken, dan ga ik kijken wat een goede manier is voor jou om te oefenen. Mm-hmm. En welke vrijwilliger daar het beste bij past. En dan kan je dan samen hier in de Biep in Maden of in Terheide, kan je gaan afspreken. En dan ga jij gewoon samen met die vrijwilliger doen? Ik ga samen met de vrijwilliger maak ik een soort van plan van aanpak. Ga ik dus dan de hulpvraag erbij halen en dan zeggen van, nou, met deze oefeningen of met dit en dit en dit kan je oefenen samen met de taalvrager en dan werken aan de behoeften van de hulpvraag. En we hadden het er net in de voorgesprek over van, je hebt natuurlijk mensen uit Nederland die laaggeletterd zijn. Ja. Dat zijn er nog steeds een heleboel. Nog steeds en een vooral heleboel. Mensen, schaam je niet, maar ga die drempel over en kom naar Take 5. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die uit het buitenland komen en die daar helemaal tegenaan lopen. Die nog van toeten nog blazen weet. Daar hebben jullie een andere manier voor. Ja, klopt. En mensen die uit het buitenland komen, is ook logisch dat zij de Nederlandse taal niet kunnen spreken of lezen, luisteren. Dus daar is de drempel van schaamte veel minder hoog. Want het is logisch, dus die komen veel sneller naar de Biep. En daar hebben we praatgroepen voor. Dus dan zit je samen in een groepje met andere mensen die de taal nog leren. Mm-hmm. En dan praat je over allerlei actuele onderwerpen. En we hebben ook nog een praatpunt en die zit in Terheide. Dat is iedere woensdag. Dat is wat laagdrempeliger. Daar kan je gewoon elke woensdag naartoe. En er zitten twee vrijwilligers en dan kan je ook samen met de vrijwilligers en andere deelnemers die komen met een kopje koffie of een kopje thee gezellig kletsen over dingen die je tegen bent gekomen of wat je hebt meegemaakt en op een laagdrempelige manier een gesprek voeren. Dat doe je niet met die eerste groep, die komen niet bij elkaar, zeg maar. Het praatpunt is, hoef je niet voor in te tekenen, kan je gewoon vrijblijvend naartoe gaan. Mm-hmm. En een praatgroep hier in Maden, die zijn er iedere week en die gaan echt gericht oefenen. Dus dan krijg je wat meer oefeningetjes. Meer het spreken van Nederlands. Ja, en ook wat lezen. En dan gaan ze ook echt kijken naar een beetje je vraag, wat je wil oefenen. En je moet het praatpunt in Terheide meer zien als een kletsuurtje. Ja, een kopje koffie. Kopje koffie, kopje thee en gezellig praten. Vooral voor het leren van die Nederlandse taal. Lezen, schrijven, praten dus ook voor de mensen die niet in Nederland wonen. Luisteren ook nog. Rekenen. Schaam je niet, mensen. Als je daar moeite mee hebt, klop aan bij Sanza op dinsdagmiddag. En zij kan met je kijken wat er mogelijk is. Dus, en ook namens Peter, kom alsjeblieft, zet die stap. En verder zie ik iedereen graag volgende maand weer bij mijn programma. Dank je wel. Jij ook bedankt natuurlijk. Ja, geen dank.